Binnenkort op tv. Aflevering 1. Haargroei. Hallo, we zijn al begonnen. Oh shit, zijn we nu al begonnen? Hé man, ik ben niet eens voorbereid joh. Weet je wat? Laten we even opnieuw beginnen. Dag jongens en meisjes, welkom in het project Puberteit. We gaan een lekkere leuke quiz doen en daarna gaan we een animatiefilm bekijken. Maar nu volgt er een quiz. Wie krijgt er tijdens de puberteit schaamhaar? Is dat A, de jongens, B, de meisjes, C, allebei of D, G van beiden? Het juiste antwoord is C, allebei. Dag jongens, dit is Tom. Hey Tom, zwijn eens even naar de kijkers joh. Hij begint net zoals jullie aan de puberteit. Oh. We gaan het hebben over haargroei. Wat gebeurt er nou? Zo, Tom krijgt schaamhaar. Maar dat is niet het enige. Hij krijgt zelfs borsthaar en okselhaar. Huh, zelfs een baard. Tom, je moet je wel gaan scheren hoor. Nice, je ziet er veel beter uit Tom. Aflevering 2. Veranderingen van lichaam. Jongens, volgende vraag. Kim krijgt als eerst een groeispurt. Ook Tom begint nu met groeien. Daarna worden de borsten van de meisjes groter. Bij de jongens wordt de penis groter. Kijk maar naar Tom. Haha, ziet er goed uit. Kim krijgt bredere heupen en heeft nu een echte vrouwenlichaam. Sexy. Ook Tom krijgt een mannenlichaam. Bredere schouders, maar ook gespierde armen. Wow, vet stoer. Oeps. Aflevering 3. Buisjes. Jongens, de laatste vraag. Hey, what the fuck? Ik ben mijn tekst vergeten. Ik pak even mijn tekst, ja. Momentje. Nee. Ah, ik heb hem. Kim besluit om lekker te gaan snoepen in de keuken. Maar Kim heeft er spijt van, want ze krijgt puistjes. Eel. In de gang. Het puistje geniet op haar gezicht, maar niet voor lang meer. Kim pakt haar antipuistencreme en smeert het op haar puistje. Zo te zien helpt de crème heel goed, want dat vieze monstertje verdwijnt meteen. Ze is weer blij geworden. Good job, Kim. Jongens, dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vooral dat jullie voorbereid zijn op de puberteit. Hey, tot de volgende keer, hè. We gaan lekker een leuke quiz doen en daarna gaan we maar animatie... Ah, nee. Stelling 1. Oh, fuck. Hoe ontstaan er puistjes? Door de talgliedjes en het huid. Ik hoop echt dat jullie allemaal genoten hebben en er heel veel van hebben geleerd. Succes met deze... KUT!